Welkom bij de expositie. Zoals je ziet, alles hangt strak hard aan mijn werk de afgelopen week. Ik ben benieuwd wat jullie vinden. Graag reacties ook na afloop of ja, blijf het kijken. Gewoon lekker aanschieten mij en ik ben benieuwd naar jullie reacties. Voordat ik wat meer ga vertellen over het project, komt er nog een kleine dans- en muziekvoorstelling van Sandy, een reisgenootje die ook mee is, was naar China. Die gaat wat tai chi en kung fu achtig dans demonstreren. Natuurlijk dat het blijft voortbestaan en dat het gewoon ja,
niet alleen met verhalen die we kennen uit Afrika, putten bouwen en dat soort. Ja, het is een beetje, oh, misschien een beetje stom te zeggen, maar dat standaard dingen dat ook verder gaat in Afrika. Natuurramp, het is een natuurramp geweest, 2008, 12 mei. Het kan overal gebeuren, dus daar kan je eigenlijk niks aan doen. Het gebeurt gewoon. En ja, China is natuurlijk. Het is niet het makkelijkste land als er iets gebeurt. Het is zo groot en het is grootschalig ook om het weer op te bouwen. Dus dat zien we ook. We zijn ruim een jaar later geweest en het is nog steeds eigenlijk op sommige gebieden echt een puinhoop. De opbouw gaat heel langzaam. Dat hebben we geconstateerd. We waren daar voornamelijk om de jeugd te zien. Of, kijken hoe dat gaat. De school, het onderwijs, hoe ze dat oppakken. Ik vond het een plus voor China dat het eigenlijk wel goed gaat en dat ze daar echt aan rekening houden. Dat het belangrijk is dat het op nummer 1 staat. En dat er veel tijdelijke scholen zijn en woningen. En dat het leven gaat door, maar het is moeilijk. Even over het, wat wij daar precies deden. Dat was natuurlijk alles. Ik deed dan fotografie. Vandaag 3 groepen: een fotografiegroep, een verhalengroep en een filmgroep. Iedereen is dan een taak dat we dat doorgeven aan jullie mensen, aan de jonge mensen. Ook. Dus de mensen die film gefilmd hebben, die hebben dan waarschijnlijk presentaties. Sam heeft het ook gedaan op zijn eigen universiteit. Ik heb nu zo in dit hand, maar iedereen heeft weer zijn eigen manier om dat door te geven aan andere mensen. En ik hoop dat door deze foto's en mijn verhaal die ik dan bij kan vertellen, dat dat door blijft gaan en dat het in leven blijft. De ontwikkeling samenwerken, dat vind ik belangrijk. Verder wil ik nog een aantal mensen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt. Dat is sowieso IOC en ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken. Dus dat die een stage hebben mogelijk gemaakt en dat we daar met 20 man naartoe konden gaan. Verder Angela Bonen is een speciaal bedankt, die is nu niet. Die heeft alles wel geregeld en alles georganiseerd dat wij konden gaan. Verder alle begeleiders ook. Het is een beetje lastig om alles te vertellen die ik gewoon even wil vragen hebben en dan zal ik ze goed mogelijk beantwoorden. En gewoon lekker foto's kijken. Veel plezier.